Het Emmaplein was ooit bedoeld als echte dorpskern, maar zo wordt het nog niet beleefd. Wat vindt u eigenlijk van het Emmaplein? Heel erg lelijk gewoon, ja. Heel ongezellig. Ja, het is wat somber hier en daar. Troosteloos. Koud. Als het niet zo druk is, is het een uitgestorven boel eigenlijk. Omdat er weinig aankleding is, weinig gezellig terrassen of helemaal niks. Het heeft helemaal geen ziel. Nou, klinkt allemaal mooi hoor, maar wat gaan we nu veranderen? Veel meer gezelligheid erin, aankleding van bloembakken. Meer planten er neerzetten en zo, want ik vind het een en al steen. Meer planten, meer groen, struik, bloemetjes, maakt me niet uit. Wat je links en rechts nog wel eens hebt, dat de verticaal tuinieren. Of we maken iets met houtsnippers, dat je een soort van pad creëert of een soort verlicht pad. Meer terrasjes en ook meer evenementen op balkoer houden. Nou, er zijn duidelijk allerlei meningen en ook de visiemakers hebben erover nagedacht. En ze zijn er in ieder geval over uit dat het Emmaplein moet veranderen van een ongezellig tochtgat naar een gezellige binnenplaats. Het liefst halen ze de gevels naar voren, zodat je minder van die donkere plekken krijgt. Minder steen, beton en staal. En dan wat meer groen, water en terrasjes. Liefst met een beetje zon.